hartelijk welkom bij de opening van de Prinsenmarij. Mijn naam is Esther van Beelen en ik werk voor Trivieren. Vandaag is een bijzondere dag in Nieuw-Crispijn. Naast de opening is er nog veel meer te vieren. Vandaag vindt ook het wijkfeest Nieuw-Crispijn plaats. Nou, u kunt het zien. De braderie en de kindervrijmarkt. Neem een kijkje als u de kans heeft. Als u nu de kranten leest, dan ziet u in de kranten staan dat dit gebouw uniek is in Nederland. De bundeling van krachten van optimistische denkers heeft daartoe geleid. Er wordt hier heel sterk uitgegaan van wat mensen nog wel kunnen. En niet meer van mensen niet kunnen. Met een kroon op ons werk, zie het logo van de Prinsenmarij. De kroon op ons werk is de start van het gezondheidscentrum. Aan die kant van het gebouw. Dat is de ontbrekende schakel in de keten van zorg en welzijn. Van 12,5 jaar geleden hebben wij al het plan opgevat om niet op deze locatie, maar hier aan de overkant, op de locatie Turenborg, iets heel nieuws te gaan realiseren. En wat was dat nieuwe? Een ontmoetingsplek. Een ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk, uit de buurt en ook in de stad. En een ontmoetingsplek die zou gaan bestaan uit een diversiteit aan woningtypes. Dames en heren, het is een prachtig project. Wat inderdaad huisvesting biedt aan volledig zelfstandige en begeleid wonende mensen. Een ontmoetingsplek voor bewoners uit het complex, de buurt, de wijk en misschien wel de stad. Veel gezondheid toegewenst. Ik hoop nog lang in goede gezondheid dat u getuige kunt zijn van de bijzondere kwaliteiten van dit gebouw. En alle diensten die daar geleverd worden. En als laatste, Jorn, met al je mensen, dank voor de samenwerking. Wij als gemeentebestuur in Dordrecht zijn ook trots op de realisatie van dit unieke concept. Want ik denk dat het wel degelijk uniek is. Niet alleen maar op de vorm van de samenwerking, maar vooral ook wel op de vorm die uiteindelijk hier in deze inhoud heeft gegeven. We gaan nu over tot de openingsceremonie. En bij die ceremonie spelen waternimfen een hoofdrol. Zij zoeken 3 bewoners van de Prinsenmarij op om die openingshandeling te verrichten. En de bewoners, ja, u raadt het natuurlijk al, dat zijn deze bewoners. Dus even een applaus voor de bewoners. Dat is mevrouw De Draai, bewoner van een huurappartement. Mevrouw Reemans in een koopappartement. En meneer Parels, volgens mij de oudste bewoner van de zorgappartementen. Dus... we gaan beginnen. We zijn er klaar voor. Thank you.
saw you, I was deep in clear blue water. The sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa.